contact te maken, hè? Ja. Yo mensen van buiten gewoon. Ik ben James de Rader. En welkom bij een nieuwe review. Dit is de allereerste review van 2019 op buiten gewoon. Wij zijn bij Beetseberg in Spulman. Ja, het is een beetje druk hier. En we gaan glijbanen, water, dingen, zo'n mini-achtbaan, schommels. We gaan heel dit allemaal reviewen. En dat belooft me ook wel een dagje. En ik heb mijn onderwatercamera, onderwaterhoesje mee. Dus kijk, daar staat alweer zo'n soort achtbaan attractie ding. En een glijbaan, glijbaan en zo. Dus daar gaan we allemaal vanaf. Dus als jullie er zin in hebben, doe hem blij dat je nog abonneert op buitengewoon, want het is buitengewoon vet dit. En als jullie meer reviews willen, laat het even weten in de reacties. Want we gaan nog naar zoveel dingen en we gaan ook vaker naar dit. Dus het belooft nog wel wat. Dus zometeen doe ik jullie hierin. En dan gaan we ervan op. Dus ik doe jullie in het hoesje. En als jullie mij. Ik doe jullie in het hoesje en jullie horen me niet goed. Maar dat maakt niet uit. Dus ik zal de ondertiteling eronder doen. En als het niet werkt, heel goed horen. En dan kan je ook gewoon genieten van de review, hè. Horen, dus ik praat een beetje zo. We gaan als eerste van de waterglijbanen natuurlijk, want daar is het nu nog het minst druk. Daar zijn speeldingen, gaan we ook allemaal reviewen en zo. Gaan we als net de vorige keer gewoon weer daar zitten? Nee, we gaan lekker op het zand zitten bij het water, bij de speeltuin. Ja, dat is goed toch? Ja, dat kan niet, hè. En met pijn en moeite. Ja, dat is niet anders, hè. Kom maar even, dat maakt niet uit. Je hebt toch short slippers aan. Misschien Willy. Ik vlog er weer met de auto op. Naar voren duwen. Alleen die is nu nog dicht. Als het goed is, ja, hij is open. Daar gaan we ook lekker vanaf. Dat is jongen, deze review, jongens. Dit belooft nog wat. Dit belooft nog wat, jongens. We gaan wel eens een hoedje van de glijbaan. Of gaan we eerst een beetje. Kijken wat het water warm is, hoor. Oh, dat is ijskoud. Oh, dat is echt heel ijskoud. Nou, het is al bij de glijbaan hartstikke druk. Maar ik ga een review doen. Ik ben niet de enige die wil zwemmen. Warm, maar het is wel heel helder. Oh, het is echt heel koud. Oh. Ik denk dat we als eerste wel even naar iets leuks gaan. Dat mag in ieder geval niet meer. Maar dat doen we ook niet meer. We gaan van dat ding af. Waar het niet zo heel druk is, dan is wel leuk. Dus let's go! Zo'n klein winkeltje. Splash, 1,25 meter moet je ervoor zijn.
knap. Let's go. En dan moeten nog 5 mensen in. Kijk, die gaat er nu uit. En dan gaan we de volgende in. Dus, leuk iemand. Dan valt hij zo. Dan wil hij direct naar beneden. Boah, het water in. En dan zit hij in het water. Kan je met zo'n bootje varen, waarvan die zwaarden staan daar. Je kan daar gaan zwemmen, daar zit een mega glijbaan waar je over het water gewoon zweeft onderhand. Zoals het beloofd ook niet was. Thank you.
bijna aan de beurt. Nou, we zijn aan de beurt. Zo. Oké, nou dan was het eigenlijk een beetje wel. Gewoon één gekke spuis in het water. En dan gaan we terug, dan worden we omhoog getakeld. Jongens, dit was de review van de spraak. Het was wel met een vet ding. Ik zeg het best hard. En ja, als jullie meer willen, dan kan dat gewoon nog. We gaan er misschien volgend jaar van dit park. Gaan we een abonnement nemen. Dus nu gaan we eerst even in het water gaan zo. Dus ja, doe gewoon als jullie zin hebben, gewoon een like doen, abonneren. Komt allemaal wel goed. Alleen, sorry voor het lange wachten daar. Maar we gaan nu in het water een beetje. Ja, het is wel heel koud water hoor. Dat moet ik wel zeggen. Kijk, dan kan je gewoon lekker zwemmen. Het zit een beetje als puur, kan je natuurlijk. Het is ook zo'n soort zwembadachtig iets. En daar komt echt veel meer reviews aan. Veel meer. Oké, let's go in het water. Oh, het is echt koud, mensen. Het is echt heel koud. Naarmate valt het wel een beetje mee. Kijk wat dichter.
ik kan gewoon onder water, dus ik heb er zin in. Jongens, oké, we gaan een beetje onder water duiken nog wel. Weg met dat vieze spul. Let's go! Eigenlijk is dat voor mij allemaal hetzelfde. Ook meer. En een parcoursje en zo. En ja, dan gaan we nu een beetje naar het badgedeelte. Een beetje naar het klimgedeelte hier ook. Misschien dat ik mijn zusje ook nog tegenkom. Ik weet het allemaal niet. Maar glijbaan, dat, misschien slaan we dat over, maar het kan echt heel druk worden. Misschien in de avond dat we gaan. Kijk, je moet hier op zo'n ton lopen. Dan ben je zo bij de overkant. Hier is zo'n buis, daar kan je ook in lopen. Laten we dat even inlopen. Nou, daar zijn we doorheen gelopen, die buis. Daar is ook nog een stuur. Voor de kinderen om echt te spelen kan je ook naar boven. Een kleine mini glijbaan. Nog een mini glijbaan. En daar is nog een klimmerklauter. We gaan maar van de grote glijbaan af. Dan gaan we zo meteen richting de attracties en dan zit alles er weer op. Kijk, de glijbaan zit nu niet heel lang wachten, dus ik denk dat we gewoon van de glijbaan af gaan. Dit is ook gewoon een kleine glijbaan gewoon. Daar kan je ook voor vanaf, dat is ook wel leuk. En als die beneden is, dan vaak ook kleiner. Ja, hij is beneden. We gaan ook kleien. Let's go, mensen. Hebben jullie zin in? Liken, jongens. Liken. Wajoe. Zo, zo. Oké, nou, daar hebben we gehad.
We gaan nu in dit klimrek gaan we even kijken. En even uitchecken waar alles is en zo. Dus ja. Als jullie nog een keer de review willen, gewoon opnieuw kijken. Als je ook weer zo klein bent met hobbels en kleine hobbels, sturen, allemaal hetzelfde en zo. Kan je ook weer naar boven klimmen. Ook weer zo'n cloud, dat is geen glijbaan. Dat wel, maar dat is erg druk. Dat is gewoon hetzelfde als net alleen naar binnen. Dus ik denk dat we van de kleine af gaan. Oké, we gaan richting de attracties denk ik. Dus als jullie er zin in hebben, liken hè. De waterglijbaan kunnen we in principe wel doen. Alleen dat is wel heel lang wachten. Ik weet het niet. Ik weet het echt niet jongens. Ik weet het echt niet. Zullen ze gewoon maar doen? Ik weet het niet. We gaan eerst in ieder geval naar de attracties. Ik denk dat het beter is zo kunnen gaan. En als ik misschien dan bij de waterglijbaan wil, dat ik mezelf wel bedenk. Ja, dat ga ik er wel vanaf. Alleen jongens, sorry voor het ongemak voor het lange wachten. Ik kan niet skippen. Ik zou het willen, maar dat kan helaas niet. Dus dit zijn de waterglijbanen. Alleen maar slalommen, lichte glijbanen. Je belandt uit in een zwembad. En daar ga je glijden en zo. En ja, dat is fantastisch en zo. Ja, ik kan niks anders zeggen. Kijk. Dus als jullie van mijn glijbanen willen, dan ga ik van mijn glijbanen. Ook al is het lang wachten. Dan gaan we. Alleen wel lang wachten jongens, dus jullie mogen. Oh, fuck. Jullie mogen doorspoelen naar we gaan nu naar boven. En wat de verwachtingen van buiten gewoon allemaal zijn dat we. Dat komt allemaal wel. Dat is allemaal. Allemaal hetzelfde. Kijk, daar is niet zo heel lang wachten. Dus dan gaan we daar gewoon vanaf. Dus dat is wel jongens. Kijk, daar zie je ook een beetje de map. De speeltrein voor gemaakt. En dat jullie weten wie ik nadoe. Even in de reactie zetten. Maar dat is echt de speeltrein voor vandaag. Geen vuur. Ja, ik kan het niet zo heel goed lezen nu, maar we gaan van de glijbaan af. Dat is natuurlijk altijd leuk. We zijn er al bijna, dus het gaat lekker snel. Best wel hoog voor de waterglijbanen en zo. Voor de waterglijbanen, ik zeg gewoon geen enzo, maar voor de waterglijbanen, kijk, daar gaat er al iemand zitten. Kijk, beter op je rug. En daar kom je uit op dat zwembad. Ik weet alleen niet of je mag filmen, daar komen we later wel achter dan. Nee, je wel mag filmen, maar we stonden er niet bij de regels in ieder geval. Ja. Ik moet even wachten. Schoen maar door als ik bij de waterglijbaan ben. En misschien dat er een beetje veel wind is en dat jullie veel gekletter worden met mijn camera, omdat hij ook niet zo sterk is. Kijk, we zijn al bijna bij de glijbaan. Er staan kleine spotlichten, dus als hij in het water is, dan kan ik dat eraf. Dus jullie kunnen zien wanneer ik in het water ga. Lisa, ik tel tot drie, oké? Ja, ik ga zo'n
blauwe water aan. Lange. En ja, maar was best wel een vette glijbaan. Ik denk dat we naar het volgende gedeelte gaan, de attracties. Dat is ook wel leuk. Of gaan we nog een... Ja, we gaan van de andere glijbaan snel voordat het te laat is. We gaan even snel van de andere. Dus sorry weer voor het wachten, spoel maar door. We gaan naar het attractiegedeelte, let's go, gewoon zonder. Kijk, het Schommeleiland. Of hoe je dat noemt, Schommeleiland. Dat is allemaal van die schommelen en zo, daar kan je allemaal schommelen. Dit is een soort summeractie, waar je ook allemaal kan zwemmen, meer en zo. Met heel veel mensen. En daar is ook één attractie waar we in gaan. Dat is een soort G-kracht menurator, hoe ze dat ook noemen. Schommel, ja, allemaal schommels, summer party. Daarboven is dan ook glijbaan, alleen dat kan ik helaas niet filmen omdat die vandaag niet open is. Er staat wel een klim springkussen, dat kunnen we ook zo meteen even doen. En we gaan eerst even naar de attractie, want dat is echt super leuk. Dus dan gaan we daar naartoe. Ik weet niet of dat lang wacht. Ja, dat is echt lang wachten. Dus dat duurt wel even. Dus we gaan wel eerst even dat doen. De springkussen. We hebben toch blote voeten. Er is toch geen zand en zo. Dus we kunnen gewoon lopen. En de voeten worden wel een soort gemuggen. Ik praat te veel. Ik ben wel stil. Kijk, dat heb je ook. Dat is ook wel grappig. Daar moet je niet heel lang voor wachten. Maar daar kan je elkaar helemaal nat spuiten en zo. Maar we gaan even naar het klimrek. Jungle snake. Kijk, daar moet je allemaal ronddraaien. Geen krachten groeien. Echt, als je binnen gaat en dan naar buiten gaat, is echt heel leuk. Zie je dat ook willen zien? Kijk, daar ben ik ook een keer geweest. De kaart. Daar moet je 1,40 meter voor zijn. En ja, dat is echt leuk. Oké, we gaan naar de klimrek. Let's go. Er zijn gewoon een paar hobbels, of zaken zo doen. Kijk, hier kan je dan doorheen. Die ga je kennen. We gaan naar boven. En dat is goed, dus de glijbaan hier. Let's go! Oh, dat is pijnlijk! Oh. Oké, deze. Oh. Oh, dat is echt heel pijnlijk. Hier heb ik
verbrand jezelf. Levensgevaarlijk dat ding. Je verbrand jezelf echt. Dus ik zou deze wel ergens in de schaduw zetten. Oh, mijn voeten. Het is al zeer, maar nu nog meer. Oké, we gaan in de Wave River. Zoals die ook genoemd. En met je 20, dus ik mag er gewoon in. En jij nu nog filmen. Dat is wel jammer, ik weet niet. Ik denk dat we die straks doen. Die slaan we over. Dus dat mag je niet filmen. Vorige keer was ik, wou ik ook filmen. Die was trouwens niet online, op Ramon Gijsson. Dan mocht je niet filmen. Dus had ik ook gewoon gezegd tegen mezelf van ik stop de hele review. En ze krijgen kijken, dus ik denk dat we dat echt overslaan. Sorry. We gaan lekker naar het watergedeelte en zo. Dus daar is ook lekker. De waterglijbaan gaan we ook doen. Sorry. Kijk, dat is allemaal met dat hoedje. Als je een review daar wilt van zien, dan moet je als het goed is naar Extreme Rides. Ik weet, ik ken hem. Ja, ik ken hem niet, maar via YouTube natuurlijk. Dus daar, als het goed is, dan kan je. Oké, nou, hij is heel warm, maar dat maakt niet uit. Kijk, nu hoor je nu veel beter zitten natuurlijk. Nou, we gaan naar de glijbanen. Ik vind ze heel lang wachten. Dan gaan we gewoon nog een keer. Dus dat is gaan we naar de andere glijbaan. Ik heb jullie dit ook zien. Ja. We gaan naar die glijbaan. De andere. Hetzelfde als de andere, alleen iets sneller en iets korter. Niet lang, maar ja, het is dus gewoon sneller. Ik heb een snackje. Zo moeten we even wachten, dus skip maar weer verder. Like en abonneer. Ik denk dat we weer naar het meegaan, willen jullie ook? We hebben niks te willen, want ja, jullie zijn hier niet. Ik ga nu beginnen alweer drukker te worden. Dus we gaan, let's go naar de meer, we gaan weer zwemmen. En ik denk dat de review dan wel tot het einde komt. Wat een modder zijn. Zo, iemand fluit heel hard.
gaan nu naar het meer. Gaan we zwemmen. Als het goed is, zijn ze er niet. Kijk, we gaan weer naar de meer met de boom. Het is koude meer, maar dat ben ik nu al gewend. Wat heb ik hier? Oei! Bij die bootponsding-achtig iets.